jongens, ik ben weer Dennis, ik heet Eske en vandaag hebben we voor jullie weer een nieuwe Call of the Ghost video. En vandaag is het op de map Prison Break. Het is met de MTR-X, met de Silencer en met Grip en natuurlijk met de sexy golden camo. En zoals jullie weten, ik speel veel met de MTR en ik probeer de laatste tijd wel minder mee te spelen, want ik gewoon te veel upload met de MTR. Maar in deze gameplay was het gewoon de bedoeling om lekker try-out te spelen, dus gewoon met een van mijn favoriete wapens. Eigenlijk mijn favoriete wapen, want dit is echt mijn favoriete wapen. In ieder geval, verder resten met de hoge killstreaks. En daar zijn die, ik weet niet precies hoe die eerste heli heet. Ik noem maar gewoon even Attack Heli. De Griffin en de Healer Pilot. Want ik was gewoon echt in de stemming van, weet je wat, ik heb zin om vandaag gewoon alleen maar enemies kapot te maken. En dat heb ik eigenlijk hele avond gedaan toen ik deze gameplay had gehaald. Ik heb constant dit soort gameplays gehaald. En ik had er gewoon een keer zin in. Want vroeger toen Call of the 4, 5, Modern Warfare 2, Black Ops 1 ook nog. Toen was het echt alleen maar dit soort gameplays. Iedereen speelde alleen maar met assault, ging alleen maar kills maken. En op zijn tijd is dat gewoon leuk om te doen. Gewoon een keertje al die mensen kapot te maken, dat is gewoon, dat hoort erbij. Dus ik had er gewoon even zin in. Dus ik heb meer van dit soort gameplays, ook gameplays waarbij ik veel meer kills had. Dus die gameplays komen in de toekomst sowieso nog op mijn kanaal, dus blijf checken. In ieder geval, verder heb ik niet heel veel over de gameplay te vertellen. Dus als er vragen zijn over de gameplay, dus misschien van wat voor class ik gebruik, wat perks of waarom ik bepaalde beslissingen nam, laat die dingen maar allemaal gewoon achter in de comments, dan zal ik ze voor jullie beantwoorden. Maar waarschijnlijk wel wat later, want het is vandaag donderdag. En vandaag komt trouwens ook een nieuwe DLC uit voor de mensen die het willen weten. Dat is op de PlayStation 3 en op de PlayStation 4 en op de PC. Dus de mensen met een Xbox One of een Xbox 360, die hebben hem al een maandje eerder gehad. Dus voor jullie is het niks nieuws. In ieder geval de PlayStation 3, PlayStation 4 en PC is er dus ten eerste nieuwe DLC met extra mappen. Voor de rest extra weapon camo's, extra pakjes voor je poppetjes. En als laatste extra slots voor je wapens. En dat laatste ga ik waarschijnlijk wel kopen. En die map die krijg ik sowieso, want ik heb een premium account. Dus die krijg ik sowieso tussen aanhalingstekens gratis. Want ik heb natuurlijk de Collector's Edition gekocht, dus ik heb er wel voor betaald. In ieder geval, die gameplays die krijgen jullie waarschijnlijk morgen te zien en niet vandaag. En dat komt omdat ik vandaag tot 9 uur op school zit. Van 9 tot 9. En dat is enorm lang. Dat komt omdat het mijn afsluiting van mijn project is. En ja, ik heb gewoon heel veel dingen die ik moet presenteren en heel de zooi. Dus ik kan niet meer iets recorden en dezelfde dag nog uploaden. Dus dat gaat het niet worden, maar ik ga voor jullie proberen om die dus, als ik thuis kom, om dan nog wat voor jullie te recorden. En dan hoop ik dat dat vrijdag online komt. Samen met een facecam vrijdag. Dus ik ga mijn best doen. In ieder geval, dat gaan we proberen. Maar, natuurlijk. De topic van deze video. De topic van deze video is mijn mening over Call of the Ghost. Want toevallig had een paar dagen terug, had Jiraski daar een video over gemaakt. En toen begonnen mensen ook aan mij te vragen van, Dennis, kun jij ook een keer jouw eigen mening geven over Call of the Ghost? En heel veel mensen maken video's over een mening over Call of the Ghost, over een bepaalde game. En dat doen ze meestal aan het begin van de game en aan het einde van de game. En op zich is het wel slim om dat halfwege een keer te doen. En meestal is dat wel de meest betrouwbare mening. En het is wel zo, mijn mening is waarschijnlijk anders dan die van vele anderen. Want ik heb toevallig Jiraski's mening eergisteren gezien. Verder rest kwam er vanmiddag ook een video online van White Boy 7 Street. Die had ook een eigen mening gegeven over Call of the Ghost. En mijn mening is eigenlijk anders als die van hun. Want die twee vonden Call of the Ghost een kutspel. En ik hoor dat van heel veel mensen de laatste tijd. Ook op mijn Instagram kijk ik heel vaak de comments van Call of the Ghost is kut. Bijvoorbeeld als ik iets met Call of the Ghost post, dan krijg ik gelijk een comment van Call of the Ghost is kut. En dat maakt niet uit, dat is een mening. Dus dat maakt me in principe niet heel veel uit. Maar in mijn ogen is dat eigenlijk heel anders. En trouwens, mochten jullie mij willen volgen op Instagram, de link staat in de beschrijving. Ook Twitter en Facebook staat erin, dus kun je even kijken. Maar in ieder geval, heel veel mensen vinden Call of the Ghost een kutspel. En in mijn ogen is dat helemaal niet het geval. En heel veel mensen gingen het dus ook vergelijken met oude Call of Duty's. En ik denk dat dat iets is wat je niet moet gaan doen. Jij kunt geen nieuwe Call of Duty gaan vergelijken met oude Call of Duty's, omdat alles veranderd is. De game is veranderd, maar de community is veranderd. De console is in sommige gevallen ook veranderd. Maar dat maakt niet zoveel uit. Maar vooral de community is veranderd. En de community is veel groter geworden. En dat komt natuurlijk ook omdat Call of Duty is volgens mij het grootste entertainment product die er ooit is geweest. Dus gewoon de meeste mensen die kennen Call of Duty, spelen Call of Duty en het is gewoon super bekend. En daardoor krijg je dus ook gewoon mensen die gewoon de game een beetje verneuken. En dat is natuurlijk logisch en dat is kut. En heel veel mensen zeggen dat dat in Call of the Ghost heel veel is.
En als ik nou heel eerlijk ga zijn, heel veel mensen die gingen dus Call of the Ghost met Modern Warfare 3 vergelijken. En zeiden bijvoorbeeld Modern Warfare 3 was perfect en bla bla bla. In mijn ogen vind ik Call of the Ghost beter dan Modern Warfare 3. En heel veel mensen zullen het nou met mij niet eens zijn. En dat is echt mijn mening. En het kwam... ja, het is misschien heel raar om te zeggen, maar in Modern Warfare 3 waren er heel veel dingetjes die mij irriteerden. En het gekke is, ik kan zo niet zulke dingen opnoemen. Er zijn gewoon zoveel kleine dingetjes. En over het algemeen heb ik me eigenlijk gewoon heel vaak kei boos gemaakt op Modern Warfare 3. En in Call of the Ghost is dat natuurlijk ook wel. Als ik een keer dood ga door die hond, dan kan ik ook gaan rage. Ik ben ook een mens, ik word ook helemaal gek van die dingen. Maar het is helemaal niet meer zo erg als in Modern Warfare 3. En verder rest, de game speelt over het algemeen ongeveer hetzelfde als Modern Warfare 3. Dus je kunt het niet gaan vergelijken met Black Ops. Want sommige mensen gaan het vergelijken met Black Ops. Die twee games kun je niet gaan vergelijken. Dat zijn gewoon twee compleet verschillende games. Black Ops was een supergoeie game. Maar het speelt gewoon heel anders als Ghost. En voor nu vergelijk ik heel eventjes Call of the Ghost met Modern Warfare 3. Maar Modern Warfare 3 was in mijn ogen helemaal niet perfect. En heel veel mensen vonden het een supergame. Ik vond het niet fijn spelen. En ik vond dat de community in Modern Warfare 3 nog veel erger verneukt was dan de community nu is in Call of the Ghost. En verder rest waren er ook heel veel irritante dingen. Noobtubes, weet ik veel wat voor achterlijke dingen heb. Vooral snipers trouwens. De snipers in Modern Warfare 3 vond ik verschrikkelijk. En als je nou gaat kijken, in Call of the Ghost zijn er veel minder snipers dan in Modern Warfare 3 of in Modern Warfare 2. Ook heb ik bijvoorbeeld Jurassic horen zeggen dat er mensen zijn die thermal light machine guns gebruiken. Die zijn er inderdaad, maar als je nou nagaat, die thermals zitten er al in sinds Modern Warfare 2. En sinds Modern Warfare 2 worden thermals eigenlijk al misbruikt en liggen mensen al lang in bosjes te campen met een thermal sight. En dat is eigenlijk niet anders geweest. En in mijn ogen is het ook niet veel meer geworden. Ik denk zelfs dat het minder is geworden. En misschien is het minder op de PlayStation 4 dan op de PlayStation 3. Nou, dat vind ik... Daar kan ik niet echt over oordelen, maar ik denk dat het over het algemeen niet heel veel uitmaakt. Het kan misschien ook zijn dat ik deze game juist heel leuk vind, omdat ik toch weer op een nieuwe console speel en dat het allemaal toch weer nieuwer voelt. En de game ziet er gewoon veel beter uit op de nieuwe consoles, dus het kijkt gewoon veel fijner. Maar mijn enige echte grote nadeel in dit spel vind ik de maps. De maps zijn gewoon te groot, je moet gewoon te veel lopen en dat is een feit. Maar aangezien dus vandaag toch de nieuwe map-pack uitkomt, dan kan ik de nieuwe maps gaan proberen. En hopelijk zijn die wat kleiner. Misschien dat de mensen al gespeeld hebben op de Xbox, die zullen misschien zeggen van Dennis, die mappen zijn gewoon nog steeds fucking huge. Dat kan, dat hoop ik niet. Maar dat moet ik dus zelf daar nog eventjes ondervinden. Maar dat vind ik eigenlijk het enige echt grote nadeel. Ik vind de mappen te groot. Verder rest, ja, die hond is gewoon kut. Dat is gewoon een feit, die hond is kut. Maar als we weer gaan kijken in Black Ops 1 zat die R6D. En dat was ook het meest achterlijke killstreak die er ooit is geweest. In Black Ops 2 hadden we de Hunter Killer. Dat was ook een verschrikkelijk kut ding. In Modern Warfare 3 kan ik zo snel niet zeggen wat erin zat. En in Modern Warfare 2 zat er ook niks heel geks in. Dat ik zo kan zeggen wat er in me opkomt. Maar in iedere game zijn er wat van die dingen. Ook vind ik bijvoorbeeld de killstreaks in Call of the Ghost niet super leuk. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Assault killstreaks. Dan zijn er maar een paar dingen die wel een beetje te gebruiken zijn. En die gebruik ik eigenlijk in deze gameplay. Verder rest die Juggernaut is gewoon geen zak aan. En die Maniac is op zich nogal geinig. Dus de killstreaks zijn niet fantastisch, maar ik vind de game gewoon heel fijn spelen. Ik vind de hit detection vind ik goed en die is op de next generation ook wel beter dan op de current generation. Verder rest heb ik het idee dat de connectie veel beter is geworden dan op Black Ops 2. En ik kan niet zeggen dat mijn internet beter is geworden, want die lijkt juist slechter geworden te zijn. Dus ik denk dat ze daar echt mee op vooruit zijn gegaan. En als jullie mij gewoon vragen naar mijn mening over dit spel, ik denk... Dat het spel beter is als Modern Warfare 3. Heel veel mensen zullen het er waarschijnlijk niet mee eens zijn. Mijn mening is van wel. En ik zie het gewoon als een verbeterde versie als Modern Warfare 3. Het is gewoon weer een Call of Duty. Niks kan tippen aan die hele oude Call of Duty. Dus Call of Duty 4 en World of War. Maar in mijn ogen is het gewoon een goede game. En ik heb er tot op het moment van vandaag nog best wel veel plezier mee. Ik ben nu bijna 8 op Steeds. Waarschijnlijk als deze video online staat. Dan trouwens dat kan niet, want dan ben ik nog op school. Maar ik ben level 59, dus ik kan in principe bijna prestige. Maar ik heb er nog steeds heel veel plezier mee. Op het moment speel ik ook steeds meer de clan versus clan. En dat houdt misschien ook een beetje de pit erin. Dat op zich ook wel interessanter is. Net zoals bij Black Ops 2 eigenlijk ook het geval was. Als er geen League in zat, vonden mensen Black Ops 2 ook geen zak meer aan. Geloof mij, na een half jaar vond niemand die game ook nog leuk. In ieder geval, de gameplay zit erop. Ik hoop dat jullie mijn mening een beetje kunnen waarderen. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Dus laat een like achter als je het leuk vond. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.